Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie. Heet u allen van harte welkom, ook iedereen die vanaf een andere plek dit verhoor volgt. En ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Welkom, mevrouw Tunnissen. Dank u wel. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niet dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? Wilt u mij nazeggen? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Neemt u plaats. Mevrouw Tunnissen, u staat sinds 1 november 2008 aan het hoofd van de inspectie Leefomgeving en Transport als inspecteur-generaal. De inspectie was verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunning voor de Vira, zodat deze mocht worden gebruikt voor het personenvervoer op het spoor. Ook was de inspectie verantwoordelijk voor het toezicht op de vervoerder, HSA, het speciale bedrijf, dat was ingericht om het vervoer tot stand te brengen, en op de keuringsinstantie Lloyds, waar we vanmorgen mee gesproken hebben. In dit verhoor zullen we het met u hebben over de verschillende rollen van de inspectie in het Vira-dossier en zullen we kijken naar hoe deze rollen zijn ingevuld. En dan beginnen we met het beleid van de inspectie. Want het beleid van de inspectie voor het toezicht op het spoor. Het is beleid om uit te gaan van het beginsel vertrouwen tenzij. Wat betekent dat beginsel in de praktijk wanneer het gaat over de toelating op het spoor? Ik wil graag even een hele kleine correctie doen. Ja, graag. Ik ben niet sinds 2008 van de IOT, maar eerst alleen maar van de inspectie Keer en Waterstaat. Later is die samengevoegd. Ja, samengevoegd. Ja, precies. Ja. Goed dat u dat even opmerkt. Vertrouwen tenzij doen we omdat we er binnen de inspectie zeer van overtuigd zijn dat als je binnenkomt als inspecteur met wantrouwen, ik zal wel eens even kijken wat jij allemaal fout hebt gedaan, dat je niet je doel bereikt, namelijk dat iemand die niet helemaal goed naleeft alsnog gaat naleven. Want als je wantrouwend wordt benaderd, dan ga je in de weerstand, word je niet open. Dan ga je smoesen bedenken en dan denk je, hij komt nog maar een keertje terug. Dat type ding. Dat is, het is eigenlijk meer een attitude kwestie dan dat je, dat je dat vertaalt in allemaal maatregelen. En hoe heeft u dat, die attitude getoond op het Vira-project? Kunt u dat een beetje duiden? Nee, want ik ben daar natuurlijk niet bij geweest. Ik ben niet bij de inspecties geweest van de vergunningverlenende inspecteur en ook niet van de handhavende inspecteur. Maar voor zover ik ze ken, kan ik me niet voorstellen dat ze zich wantrouwend hebben opgesteld met dit effect. Dus gewoon algemene attitude van vertrouwen, zodat u eigenlijk meer informatie krijgt. Ja. En zelfs een ander instrument hebt om de mensen bij te sturen indien ze zich niet naar behoren zouden gedragen. Nou ja, je hoopt dat je er meer te horen krijgt, zodat je ook, nou ja, wat er dan niet goed is, op een bepaalde manier weer kan herstellen. Want het is natuurlijk niet zo dat je dat dan laat. Hè. Vertrouwen is niet dat we alles goed vinden. Vertrouwen tenzij. Tenzij, ja. De inspectie houdt risicogestuurd toezicht. Hoe doet de inspectie dat in de praktijk, op het spoor? Wat we doen is analyseren alle gegevens die we over de bedrijven hebben, om te kijken waar het naleefgedrag het laagst is. Met twee hele grote onder toezicht staande, zoals ProRail en NS.
doe je dat op onderdelen? Want ja, die hebben zo'n enorm bereik. Daar ga je nooit zeggen, nou, daar komen we maar eens een hele poos niet. Bij hele kleine ondertoezicht gaan, dan kan je zeggen, nou, het is eigenlijk allemaal wel goed. Dan hoeven we niet morgen aan de dag nog een keer te komen. En hoe het zit in de analysefunctie. En hoe kijkt u dan naar bijvoorbeeld HSH als een nieuw bedrijf? Daar zijn we dan ook heel erg veel geweest toen het even in bedrijf is geweest. Want zolang is het natuurlijk niet echt in bedrijf geweest. Een nieuw bedrijf is, daar heb je nog geen oordeel over. En daar heb je ook geen verleden, dus daar heb je ook geen gegevens van. Nou hebben wij het zo begrepen. Maar het is alleen dat risicogestuurde, dat is alleen in het toezicht. Want in de vergunningverlening en zeker in dit proces waar we het vandaag over hebben. Daar moet je stappen volgen. Daar kun je niet kiezen van, nou, ik vertrouw het wel. Dus je moet allerlei stappen volgen. Dus daar, dat risicogerichte, dat is daar niet. Okay, dus misschien voor alle duidelijkheid. Misschien voor, inderdaad voor het publiek, goed dat u dat aangeeft. Aan de ene kant is het zo dat de ILT natuurlijk kijkt naar dus de handhavingstak en de vergunningstak. En u zegt dat risicogestuurde toezicht is met name op die handhavingstak. Bij die vergunning is alles een gelijk risico. En dus en je moet je alle stappen. Ja, je kunt het risico niet eens nu noemen. Je moet die stappen volgen. Het is een systeem. Nou, hebben wij het wel zo begrepen uit bijvoorbeeld de derde kadernota spoorveiligheid. Dat de risico's en de veiligheidsnormen de basis vormen voor de risicoselectie. Dat hield ons even bezig, omdat als je kijkt naar de V250, als je kijkt naar de VIRA, dan waren er natuurlijk hoge veiligheidsnormen, omdat het een hoge snelheidslijn is met heel veel specifieke eisen. Heeft zoiets nou nog een effect op hoe zo'n project wordt aangepakt? Ik denk het niet, omdat Europa schrijft precies voor hoe je het moet doen. En daar zijn ook twee fases in. Je hebt het officiële stuk in de vergunningverlening, dat je echt de documenten officieel inlevert en dan gaat de termijnteller tikken. En je hebt het hele stuk daarvoor, nou dat heeft hier ook erg lang geduurd, dus alle tijd om in gesprek te raken als vergunningverlenende inspecteur. Je normatiek nog een keer uit te leggen, wat wordt ermee bedoeld, want er zijn soms ook wel opeenvolgende TSI's, mag ik dat woord gebruiken? Als u eens uitlegt, we mogen alle afkortingen gebruiken. Technische specificaties, interoperabiliteit, dat is een lekkere tongbreker, ja. Die opvolgend zijn en waardoor je weer net kleine verschillen hebt. En mag dat dan nog het vorige gelden of mag dat niet? Informeel alvast zeg, joh, ik zie dit, ga je dat oplossen? Daar zit eigenlijk het vak van de inspecteur nog in. Oké. Maar als we naar het project V250 kijken, de VIRA, is dat nou op enige manier als een risicoproject gezien, waardoor de ILT mogelijk dacht, we gaan dit anders behandelen dan een ander project? Nee, die ruimte hebben we niet. Die ruimte heeft u niet? Nee, ik denk dat we dat eigenlijk maar eens moeten proberen uit de wereld te helpen, dat wij daar veel ruimte in hebben. En ik denk dat het nuttig is als ik even twee regels voorlezen uit de Europese regelgeving. Prima. Nationale veiligheidsinstanties mogen geen controles herhalen die reeds zijn uitgevoerd in het kader van de keuringsprocedure. Dus je mag geen controles herhalen? Dat mag nee, u niet? Nee, dus betekent dus ook niet dat we onder die trein mogen gaan liggen alsnog als er al gekeurd is. Nationale veiligheidsinstanties mogen niet proberen om de werkzaamheden van regelgevende instanties, aangemelde instanties, aangewezen instanties of risicobeoordelingsinstanties uit te voeren of te dupliceren. Dus dat zijn de dingen die u niet mag, die u nu aangeeft. Ja, en dat betekent dat je dus in dat systeem die stappen moet zetten die allemaal in die TSI's of in de regelgeving zelf of in de Nationale Spoorwegwet zijn. Daar moet je je aan houden. Nou word ik natuurlijk als jurist getriggerd. Alle regels die zijn opgesteld, zijn altijd opgesteld met een bepaalde gedachte. Ja. En ik kan mij zo voorstellen, en de commissie heeft zich daar natuurlijk in verdiept, dat dit soort regels zijn bedacht om oneigenlijke concurrentie tegen te gaan. Dat je niet via een omweg kan voorkomen dat een toegelaten trein in een ander land hier eens even lekker geblokkeerd wordt. Dat zijn de geesten van de en willekeur. Willekeur. Maar er is geen wet en er is ook geen regeling die maakt dat je
vervolgens niks meer kan. Dus ik ben dan met u op zoek naar wat is dan wel uw ruimte. U heeft helder gegeven wat niet mag. U mag bepaalde dingen niet als een soort belemmering nog een keer doen. Maar wat mag u dan wel? Als u ziet dat het een risicovol project zou kunnen zijn. Je moet doorvragen. Doorvragen en jezelf laten overtuigen dat wat er in die documenten staat, dat waar is, om het maar zo te zeggen. Dus ja, en daar kan je, dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je er ook een beetje verstand van hebt. Ik denk dat u en ik dit traject niet kunnen doorlopen, om het maar zo te zeggen, als beoordelaar. We zijn hier nu 1,5 jaar mee bezig en we hebben veel geleerd. Maar ja, ik matig mij niet aan dat ik het morgen over kan doen. Nee, ik ook niet. Maar daarom zijn we natuurlijk op zoek naar de specialisten die daarvoor ingezet zijn om het wel te doen. En dat bent u. De veiligheidsinspectie. Ik ben niet de inspecteur. Nee, maar u bent de inspecteur-generaal. Het is nog mooier. En dan zou u nog meer weten. Ja, nou, ooit zei minister Zalm, hoe hoger, hoe dommer. Daar heb ik me altijd verschrikkelijk aan gestoord. Maar dat bent u dan vandaag nog even kwijt. Ik begrijp wel wat hij bedoelt, want ik bedoel, je bent nooit het vak van je inspecteur. Nee, helder. Daarom kijken we bij dit stukje over beleid. Mevrouw Bergkamp pakt straks nog een aantal punten op. En dan zullen we ook nog even inzoomen wat u aangeeft, wat u niet mag. En even kijken naar de ruimte, wat het dan wel is. Ik ben nog even bij de hoofdlijnen van het beleid. Want het is misschien ook goed om op dit punt in te zoomen op de positionering van de IOT. Want hoe is het bijvoorbeeld het overleg tussen de IOT en de bewindspersonen georganiseerd? Wij nemen het initiatief om bewindspersonen ergens over te informeren als wij denken dat er een politiek of een publicitair risico is. En wat is een politiek of een publicitair risico? Nou, een politiek risico is dat de Tweede Kamer de minister ergens deed of de staatssecretaris ergens over bevraagt. Publicitair risico is dat je in de kranten bent gekomen. Ja, dan moet je natuurlijk ook iets doen. Maar onze relatie is er een van dat wij onafhankelijk ons toezicht inrichten en uitvoeren. En dat geldt ook voor de vergunningverlening. En u heeft ook overleg op beleidsafdelingen van het ministerie op verschillende onderdelen. Kunt u daar iets over zeggen, dat we een goed beeld hebben van de positionering van de ILT? Wij maken ieder jaar een meerjarenplan waarin we zeggen, dit gaan we doen met de middelen die we ter beschikking hebben. En dat bespreken met onze beleidsdirecties 1 keer per jaar. En achteraf ook aan de hand van het jaarverslag. En wat is er? Is dat houdbaar om het door te zetten of moeten we het weer anders doen? En tussendoor, als er iets is met nieuwe regelgeving waarvan wij zeggen, ja, dat is toch niet zo lekker handhaafbaar. Dan moeten we natuurlijk wel kunnen uitleggen waarom. Dat type besprekingen hebben we met de beleidsmensen. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Ja, mevrouw Tunnissen, u gaf net aan dat de ILT niet onder de trein mag kijken. De ILT mag niet zelf technisch onderzoek doen. Ja. Mag dat nooit? Nou, ik weet eigenlijk niet of het echt nooit mag. Maar als ik de regels van Europa interpreteer, je mag niet dupliceren, je mag niet overdoen, dan staat er natuurlijk niet bij hoe je het mag overdoen, maar ik interpreteer het als zodanig. En ik zie ook dat dat in Europa bij de meeste nationale autoriteiten ook zo gebeurt. Ja, dus u interpreteert de wet als zodanig dat de ILT niet onder de treinen mag kijken. En u ziet ook dat vergelijkbare inspecties in Europa ook dat niet doen. Ik weet natuurlijk niet van allemaal, maar van een aantal. En afgezien daarvan, daar moet je wel een bepaalde kennis en vakmanschap voor hebben. Die zit vooral op de markt. Die zit nu niet bij mij. Als ik die zou moeten inhuren, dan vraagt dat een prijs die wij als overheid daar niet voor over hebben. Ja. Dus los nog even van hoe je de wet interpreteert. Er zit ook nog wel een prijskaartje aan, want je moet dan ook de juiste deskundigheid in huis hebben. Ja. De ILT, de inspectie, baseert zich dus op informatie van de keuringsinstantie. En we hebben vanochtend de heer Borger gesproken. De ILT baseert zich op de certificaten, de andere informatie die van de keuringsinstantie komt. Dat betekent dus dat die keuringsinstantie heel belangrijk is qua informatiebron voor de inspectie. Op het moment dat je daarvan afhankelijk bent, van die informatie, wat beoordeelt de inspectie dan zelf nog?
Ja, dat kan ik u niet vertellen, want ik heb eigenlijk nog nooit zo'n proces meegemaakt. Dus ik denk dat u deze vraag aan mijn inspecteur moet stellen, waar hij naar kijkt en hoe hij dat doet. Ik ga u even helpen. Ja? Er is document van inspectie, nadere invulling voertuigtoelating uit november 2011. En daarin staat beschreven wat de ILT doet. De ILT kijkt of het dossier volledig is. De ILT, de inspectie, kijkt of het proces voldoet aan de wet en regelgeving. En het derde is dat de ILT, de inspectie, ook kijkt, een inhoudelijke toets doet. De ILT kijkt niet naar alles, maar maakt dus op basis van een soort risicoafweging, beoordeelt ze wat ze inhoudelijk dan nog gaat beoordelen. Dat is in ieder geval de afspraak die vanuit uw inspectie gemaakt is. Als ik kijk naar dat laatste, want u gaf net aan in het verhoor bij de vraag van mevrouw Van Torenburg, dat risicogericht geldt eigenlijk niet voor toelating, je moet naar alles kijken. Maar als ik kijk naar het document van de inspectie zelf, dan staat erin dat ze niet naar alles kijken, maar een selectie maken van de documenten op basis van een risicoafweging. Mag ik dan aan u vragen, beleidsmatig, hoe maak je zo'n afweging? De documenten die verplicht zijn ingeleverd te worden, die worden allemaal bekeken. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet gebeurt. Er is bij de inspecteur van de vergunningverlenende kant vaak een extra alertheid op risico's die hij in dit geval belangrijk vindt om meer over door te praten, meer over te weten te komen. Zoals bijvoorbeeld, is het onderhoud goed geregeld? Wat ziet die machinist? Heeft hij te veel dingen op zijn... dat heet geen bureau, maar hoe heet zo'n ding? Staan. Ook of er goed gesproken wordt met de rail, hè, dus de trein en de rail dialoog, of dat allemaal extra. Dat is een nieuw woord voor ons, raildialoog. Dat is de communicatie tussen de trein en de infrastructuur. Ja, dat heet anders natuurlijk, maar ja. Dat weet ik even niet. Maar het is afhankelijk, dus zegt u, van de inspecteur op basis van zijn expertise. Ja, dat is zijn vakmanschap. En dat is ook niet iets wat beleidsmatig beschreven staat van... Nee, dat is zijn vakmanschap. Dus daar is hij voor opgeleid om te kijken van waar denk ik dat in dit geval zwakke punten zitten. En u gaf net ook aan, mevrouw Tunnissen, dat zo'n inspecteur kijkt naar alle informatie, hè, die is ingediend. Maar kijkt een inspecteur nou ook naar de onderliggende onderbouwing? Want je krijgt de certificaten, het keuringsrapport, de verklaring van de fabrikant. Maar daaronder zitten natuurlijk allemaal audits en rapporten die de onderbouwing geven van die certificaten. Ja. Wordt daar naar gekeken? Ik kan dat niet beantwoorden. Zou je het belangrijk vinden dat er naar die onderbouwing wordt gekeken? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Want dat hangt er vanaf wat hij uit die basisdocumenten te weten komt. Dat ga ik toch nog even op door. Ja, u kunt wel aan mij vragen, maar ik ken dat proces niet. Nee, maar beleidsmatig. Want ik zou ook, daar heb ik ook beleidsmatig geen oordeel over. Er zijn een aantal standaard documenten die de fabrikant toestuurt aan de inspectie. Ja. De certificaten, de verklaring van de fabrikant die zegt alle treinen zijn hetzelfde gebouwd. Er komt ook een keuringsrapport. Maar daaronder zitten allemaal stukken onderbouwingen, auditrapports. Rapports die zeg maar een onderbouwing geven van al die certificaten, dan is het toch belangrijk dat je ook kijkt naar die onderbouwing. Ik ga geen uitspraak doen over een proces dat ik niet zelf beheers. Ja. Even kijken naar hoe het bij u georganiseerd is. De minister mandateert de verantwoordelijkheid door aan u als inspecteur-generaal om de treinen toe te laten op het Nederlandse spoor. Hoe is dat dan verder georganiseerd? U gaf net al aan, er is één inspecteur verantwoordelijk. Hoe zit dat? Mandateert u dat dan door? Ja, ik mandateer dat door rechtstreeks aan de inspecteur. Je kunt twee dingen doen. Je kunt het aan je management doormandateren en je kunt het aan je inspecteur doormandateren. Ik doe het laatste. Ja. En kunt u ook nog toelichten waarom? Omdat ik vind dat de inspecteur de vakman is en dat die het gezicht naar buiten moet vertegenwoordigen. En dat die ook de verantwoordelijkheid moet nemen om, als die een interventie pleegt, daar zelf verantwoordelijk voor te zijn. Dat wil niet zeggen dat hij in zijn eentje in de kou staat. We hebben een hele vakgroep organisatie eromheen gezet om te zorgen dat je je vakmanschap ook kan onderhouden. Dat je kan sparren, dat je kan toetsen. Maar ik vind dat de inspecteur
is de inspecteur. En het management is om te managen. Het is niet dat het doorgemandateerd wordt aan een team, maar aan één persoon die verantwoordelijk is. Alle inspecteurs zijn in één mandaat gemandateerd. Ja. Maar als het gaat over de toelating van de FIRA, dan was één inspecteur verantwoordelijk voor de vergunningsverlening. Ja, maar dat is niet door het mandaat. Dat is een keuze van het afdelingshoofd en de directeur. Wie laat je welke werkzaamheden verrichten? Ja. Maar in dit geval was één inspecteur verantwoordelijk voor de vergunningsverlening. Ja, eentje en daarvoor een ander. Ja. Dus in ieder geval één persoon verantwoordelijk voor de vergunningsverlening. Ja, wat niet wil zeggen dat hij niet met zijn collega's praat. We hebben straks nog wat vragen dat over. Dat zou toch wel heel droef zijn. Is het zo dat bij het gaat hier toch om een complex project, hè? Voor het eerst een hoge snelheidstrein, tussen twee landen, beveiliging, noem het allemaal op. Wordt er nou nog specifiek gelet op de kennis en ervaring van iemand die dus vervolgens verantwoordelijk is voor die vergunningsverlening? Ja, nou en of. We hebben een heel systeem waarbij wordt bijgehouden welke opleiding je hebt, welke vaardigheden met cijfers 1, 2, 3. 3, dan ben je een soort topper. Weet je heel veel ergens vanaf. En dat wordt ook permanent bijgehouden. Want een van onze allerbelangrijkste opdrachten als management is onze inspecteurs in staat te stellen hun vak ook uit te oefenen. Dus de inspecteur, die u zegt van, het is veel, daar letten we goed op, hè, de kennis en expertise van mensen. Dus deze inspecteur had ook ervaring met het toelaten van treinen? Hij heeft de kennis. Hij weet denk ik echt heel erg veel van alle Europese regelgeving. Want hij is ook betrokken bij de ERA. Als, daar is ook zo'n soort vakgroep waarbij ze uitwisselen. Wat vinden we met z'n allen? Want dat is ook wel leuk als daar een soort gelijkspeelveld is. Dus hij had de kennis, maar mijn vraag was, had hij ook de ervaring met het toelaten van treinen? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Okay. Maar hij had wel de kennis. Hij had wel de kennis zeker, en de ervaring. Want daar heb ik nagekeken. Oké, maar de ervaring is nog even een vraagteken of hij ook ervaring had. Wat was uw rol zelf bij de toelating van de FIRA? Ik kan het bijna een beetje invullen, maar aan u het woord. U kunt het antwoord vermoeden, hè? Geen. Ja. Ja, het is echt iets wat ver van u afspeelt. Dat geldt voor alle werkzaamheden van de inspecteurs. Ja. Maar we kijken nu even specifiek naar dit project, het FIRA. En daarvan zegt u had geen inhoudelijke betrokkenheid of procesmatige betrokkenheid. Het speelde zich ver van u af. Nou, ik wil niet zeggen dat het ver is. Het is een opvatting waar wij als inspectie heilig in geloven. De inspecteur is verantwoordelijk voor dat ding. En wij zijn, voor zijn werk, wij zijn verantwoordelijk om hem in staat te stellen dat ook zo goed mogelijk te doen. Dat is onze rol. Maar wat ik bedoel met ver van u af is dat u eigenlijk kijkt naar het project geen inhoudelijke of procesmatige betrokkenheid zelf heeft gehad als inspecteur-generaal. Ik vat dit onderdeel even samen. U heeft aangegeven dat u de wet interpreteert dat de inspectie niet onder de trein zelf mag kijken, zelf onderzoek mag doen. Afhankelijk is van de informatie van de keuringsinstantie. De notified body, in dit geval Lloyds Nederland, dat u uw verantwoordelijkheid doorgemandateerd heeft in de organisatie. En dat er uiteindelijk één inspecteur is die verantwoordelijk is voor het afgeven van een vergunning. Maakt natuurlijk wel onderdeel uit van het team. En dat deze inspecteur, wat u weet, in ieder geval de kennis had. Maar of hij ervaring had met het toelaten van de treinen is bij u onbekend. En u geeft zelf af dat een bewuste keuze is om een inspecteur verantwoordelijk te maken. En dat u procesmatig inhoudelijk geen bemoeienis heeft gehad met de vergunningsverlening. Ja. Toch nog even, u zegt eigenlijk dat u niet heel goed weet, zelf niet de ervaring heeft, de kennis heeft, wat uw mensen in de organisatie precies doen. Maar wat weet u wel van hun werkzaamheden? Dat is niet wat ik heb gezegd. Ik heb gezegd dat ik nog nooit bij een vergunningsverleningsproces betrokken ben geweest. Want ik weet wel van een heleboel inspecteurs wel degelijk wat ze doen. Ik loop iedere week met een inspecteur mee. Okay. Ik ben ook zelf inspecteur van vak. Maar dat wil niet zeggen dat je weet hoe een proces is ingericht, wat daarachter ligt. Zeker niet zo'n vergunningsverleningsproces wat heel erg langdurig loopt. En daar ben ik gewoon nog nooit mee geweest. Goed dat we dat dan even gevraagd hebben, want het beeld leek even, ik weet niet wat mijn mensen doen. Daarom dacht ik, ik stel toch nog even die vraag. In welke zin stelt u zich daarvan op de hoogte? U zegt, u loopt met uw mensen mee. U kijkt wat ze doen. Heeft u wel eens heeft u nooit meegelopen met een vergunningstraject voor... Nee. Dat gebeurt dat ga ik goed voor. Maken. Ja, want ik ben nou natuurlijk hartstikke nieuwsgierig.
Ja, u bent nieuwsgierig geworden nadat u dit... Ja, ik wil nou ook echt snappen. Ja, ja, zeker. Dan kunnen u zeggen, het is een heel proces. U zei, we hebben een heel systeem om te kijken naar ervaring en opleiding. U noemde vakgroepen. Wij hebben ons ook verdiept in de jaarverslagen van de inspectie. En wij komen eigenlijk die vakgroepen pas tegen in 2014. Hoe was het daarvoor dan geregeld? Nee, die vakgroepen die zijn ingesteld. Ik denk een jaar nadat ik ben gekomen. Nou, ik ben eind 2008 bij de inspectie Verkeer en Waterstaat gekomen. En daarna zijn we daar mee begonnen. Ik weet niet precies het jaar, maar die waren er al voor 2014. Dank u wel. Mevrouw Bergkamp, vervolg de vraagstelling. In een interview met het Financieel Dagblad, gepubliceerd op 30 juni 2013, stelde u dat certificering niet wil zeggen dat een trein veilig is. Kunt u die uitspraak toelichten? Ja, dat wil ik wel toelichten. Wat wij doen is een typegoedkeuring. En dat betekent dat je er, nou ja, het type op basis van ontwerp en de, nou ja, wat je aangeleverd krijgt, goedkeurt. Dan worden er een heleboel duplicaten van zo'n trein of wat dan ook gebouwd. En dat, als je daar nou niet goed op let als fabrikant of als certificeerder of als inspectie, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er eentje doorheen glipt. Dus wat u eigenlijk zegt is dat certificering geen garantie is voor de veiligheid. Nee, maar dat is het nooit. Er bestaan geen absolute garanties in de veiligheid. Maar wat u dan zegt... Je kunt het zo best goed mogelijk regelen. Maar het materialiseren van een risico, dat hou je nooit tegen. Er bestaat geen 100% veiligheid. We hebben vanochtend met de heer Borger gesproken van de keursinstantie. En met hem het proces besproken dat er een certificaat wordt afgegeven voor het ontwerp. En ook over voor de productie van de treinen. En daarbij wordt er gekeken naar zogenaamde, u zei het net zelf al, technische specificaties interoperabiliteit. Dat zijn de technische functionele eisen die gesteld worden vanuit Europa. En als het ontwerp en de treinen daaraan voldoen, dan wordt er gezegd dat de trein veilig is. Dus je kunt toch niet zonder meer zeggen dat certificering niet wil zeggen dat een trein veilig is. Ze hebben wel met elkaar te maken. Jawel, ik zeg ook niet dat het onveilig is. Maar het is geen 100% garantie. Dat is wat u zegt. Ermee bedoel, zoals het aan de andere kant ook niet zo is, dat als je niet zou kijken, dat ze dan allemaal onveilig zouden zijn. Ja, u zegt er kan altijd wel eentje dat zeker iets, als iemand een hele iets niet ziet. Reeks is, ja, dat zou in theorie natuurlijk kunnen. Maar u vindt certificering wel belangrijk als onderdeel van het proces? Er is voor gekozen om er... Zo, kijk, het systeem in Europa is zo dat de wetgever bepaalt in feite het niveau van de veiligheid door de maatregelen die ze beschrijven in wet en regelgeving, waaronder die TSI's. Ja. Dan is het de onder toezicht staande, of in dit geval de vergunningaanvrager, ja, die verantwoordelijk is om het ook echt te realiseren en daar verantwoordelijk voor te zijn. En wij houden daar toezicht op, dan wel, we verlenen een certificaat. Maar goed, mijn vraag was, vindt u het een goed systeem? Als iemand dat aan mij vraagt en ik zeg er is voor gekozen, dan laat ik niet zien dat ik dat nou goed vind. Dus mijn vraag aan u was, als je kijkt naar het proces van certificering en toelating, vindt u dan dat certificering een belangrijk onderdeel uitmaakt van die keten, vervolgens toelating om uiteindelijk een veilige trein te krijgen? Wij hebben voor deze vorm gekozen en voor de range, want de fabrikant heeft zelf een kwaliteitsmanagement systeem. Dat moet hij ook weer laten certificeren. Dus, u geeft met uw antwoord op mijn vraag een beetje de indruk dat u certificering, en misschien vul ik het verkeerd in en daarom stel ik de vraag nog even scherp, alsof certificering meer een verplicht iets is, want er is voor gekozen dat u daadwerkelijk zegt, hé, dit helpt mij in het proces om uiteindelijk de treinen toe te laten die veilig zijn. Kijk, het is een beetje lastig speculeren over of het een goed of een slecht systeem is. Maar u bent ervan afhankelijk, op basis van die informatie. Wij hebben nu in Nederland iets met een 4A. De vraag is of het een veiligheidsvraagstuk is geweest met de trein of andere vraagstukken. Dat gaat u uitvinden, neem ik aan. Want daar gaat het natuurlijk om. Want als je zo'n systeem zou willen veranderen, dan mogen we wel in zekere mate haast maken. Want de Europese Commissie heeft een vierde spoorwegpakket document gemaakt.
waarin staat dat ze nog verder willen gaan door de certificering niet bij de nationale autoriteiten te laten, maar bij de ERA onder te brengen. Maar zou het goed zijn om het systeem te wijzigen? Ik probeer even een verhaaltje af te maken. Waarbij ook de bedoeling is dat er nog meer wordt geleund op certificering. En willen wij met z'n allen in Europa een ander systeem, als u dat zou willen, dan moeten wij wel heel erg gauw opschieten. Want ik denk dat dit stuk van het vierde spoorwegpakket zomaar door het laatste voorzitterschap tot een einde wordt gebracht. En dan moeten we een hele scherpe, ik zou haast zeggen, business case hebben op veiligheid van deze trein. Willen we onze collega-lidstaten overtuigen van het feit dat dit certificeringssysteem niet een systeem is. Ik snap wat u zegt, mevrouw Tunissen, en ik wil u vragen om iets korter te antwoorden, want we willen nog heel veel dingen van u weten. Mijn vraag was, kijkend naar het hele proces van toelating, of u zelf, vanuit uw rol inspecteur-generaal, verantwoordelijk ook voor de veiligheid, de inspectie toelaten van de treinen, of u de certificering een belangrijk onderdeel vindt van het proces om te komen tot toelating. Dat was mijn vraag. Ik wil een misverstand menen. Ik ben niet verantwoordelijk voor de veiligheid. Ik ben verantwoordelijk voor het doen naleven door de ondertoezichtstaande. U bent, dat is trouwens nog een andere vraag waar we straks ook nog met elkaar op ingaan. Nou, maar die heb ik dan alvast beantwoord. Dat gaan we zo zien. Maar mijn vraag aan u was, vindt u certificering belangrijk? Of zegt zo'n certificaat niet veel in de praktijk? Ja, dat hangt van de kwaliteit van het certificeringsbureau, zullen we maar zeggen, af. En van de kwaliteit van wat daar weer onder zit bij de fabrikant, van die certificeerder enzovoort. Ja. En dat is niet goed of niet slecht. Vindt u het belangrijk? Ja, je kunt niet zeggen dat het belangrijk is. Ik vind daar eigenlijk niet van. U vindt daar niet van. Dan noteren we dat. U heeft geen uitgesproken mening over of certificering wel of niet belangrijk is, of certificering goed of slecht is. U zegt, als je zo'n systeem wil wijzigen, dan moet je dat op Europees niveau doen. En u heeft echt geen oordeel over certificering als zodanig, over het belang daarvan. Als het goed gebeurt, is het een instrument. Okay. U maakte net een heel mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Hetzelfde artikel, Financieel Dagblad, zegt u ook, de inspectie is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de Vira-treinen. Ja. En misschien kunt u voor ons nog toelichten wat u daar nou precies mee bedoelde. Wat ik daarmee bedoel is wat ik net al aangaf. De wetgever die geeft de normatiek aan en daarmee het gewenste niveau van veiligheid. Degene die dat moeten toepassen, vervoerders, spoorbeheerders, certificeerders, die zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. U moet zich ook voorstellen dat als we dat niet zouden doen, wij als inspectie in feite de directeuren van bedrijven of de CEO's van grotere bedrijven zouden zijn en op die stoel zouden gaan zitten. Wij kunnen ook helemaal geen maatregelen nemen intern bij een bedrijf. Wij kunnen vaststellen dat het niet goed is en zeggen je moet het beter doen. Maar wat is dan uw rol? En onze rol is te doen naleven. Ze achter de broek te zitten. Maar de rol, het doel van de IOT, u bent toch verantwoordelijk voor het toelaten van treinen die voldoen aan de eisen en daarmee veilig zijn? Nee, maar de onderliggende waarde is wel veiligheid. Wij zijn alleen rechtstreeks verantwoordelijk voor de veiligheid als het in het toezicht gaat over acute gevaarzetting. Als het gaat over de vergunning, u laat toch treinen toe die voldoen aan de eisen en daarmee veilig zijn, daar bent u toch voor verantwoordelijk? Ik ben verantwoordelijk om het proces af te lopen zoals we dat hebben afgesproken met z'n allen. U bent verantwoordelijk voor een proces? Ja. En dat proces heeft wel als doel veilige treinen? De onderliggende waarde is uiteraard veiligheid. Dat ben ik helemaal met u eens. Naar aanleiding van dat interview wat veel losmaakte, ook in de Tweede Kamer, zijn er ook vragen over gesteld. En de staatssecretaris beantwoordt een vraag. En zij stelt dat een verleende vergunning niet zegt over de productiekwaliteit van ieder afzonderlijk treinstel. Ja, dat is wat ik net zei. Ja. Dat bedoel ik daar ook mee. Dat bedoelt u daar ook mee? Ja. Dat is toch wel in die zin wat merkwaardig, want er wordt een certificaat afgegeven voor de productie van de treinen. En daarmee, dat certificaat heeft als doel dat treinen worden gemaakt conform dat prototype. Dat eerste type wat getest is. Dus daarmee kon je toch niet zeggen dat het niet zegt, die vergunning, over de
productiekwaliteit van ieder afzonderlijk treinstel. Ja, maar het menselijk tekort doet zich overal voor. En dat kan dus ook bij een fabriek zijn die het wel een prototype heeft gemaakt, maar daar dan toch later niet voor ons datzelfde prototype gaat bouwen. Dat kan zich ook bij mij voordoen, want ik kan mijn inspecteur scholen en toch eentje die staat een keer met zijn verkeerde been uit bed en doet iets doms. Ik geloof mevrouw Thunen, dus het blijft mensenwerk, maar ja. De uitspraak is dat een verleende vergunning niet zegt over de productiekwaliteit van ieder afzonderlijk treinstel. En het doel van het certificaat wat wordt afgegeven is dat de treinen worden gebouwd conform het goedgekeurde ontwerp. Zeker, dat ben ik dus daarmee kan eens. Je dan toch niet zeggen dat het niets zegt over de productiekwaliteit. Nee, het zegt ook niet niets, maar het zegt ook niet alles. Dan zal ik deze nuance aanbrengen. Het zegt niet niets, maar het zegt ook niet alles. Is het dan zo? Hè? Want en daar zit wel iets anders achter, want mijn handhavende inspecteurs die daarna gewoon aan de arbeid gaan met inspecties, kunnen natuurlijk op de duur zien dat er eentje misschien. En dan moeten zij wel degelijk optreden. Ja, we hebben nu nog even over toelating. U maakt de opmerking over handhaving. Maar u zegt, niets, dat is een te groot woord. Alles zou ook een te groot woord zijn. Het zit er ergens tussen. Ja. Maar de staatssecretaris heeft wel op deze manier de Kamer geïnformeerd. Is dan die beantwoording wel zorgvuldig geweest naar de Kamer? Ik vind wel dat dat goed is geformuleerd. Maar er staat niets in. U zegt zelf, het is niets. Niets is misschien, ik zou er graag een nuance willen aangeven. Ja, maar dat wil niet zeggen dat zij de Kamer fout heeft geïnformeerd. Wij praten er nu nader nog een keer over. U vraagt door en dan krijgt u een genuanceerde antwoord. Ja, we stellen in ieder geval, als ik uw woorden samenvat, stelt u vast dat het woord niets, dat in ieder geval niet zo bedoeld is, dat het wel iets zegt en niet alles. Ja, het lijkt wel een filosofische... Zegt het wel iets, ja. Ja, okay. Dat zou ook eigenlijk wel heel treurig zijn als dat niet zo was. Ja. Oké. De inspectie voert zelf geen onderzoek uit naar de trein, hebben we zelf gezegd. We hebben vanochtend met de heer Borger gesproken, keursinstantie. Die heeft ook niet alle afzonderlijke treinen gekeurd. Wie kijkt er in dat proces nou wel naar alle afzonderlijke treinen? Ik hoop de fabrikant. En naar ik aanneem, zal degene die ermee wil gaan rijden daar ook wel iets mee moeten doen. Dus u zegt als de certificeerder, de keuringsinstantie dat niet doet, de ILT doet het sowieso niet als inspectie, dan ligt die verantwoordelijkheid om naar de afzonderlijke treinen te kijken bij de fabrikant en bij de vervoerder. Ja, dat denk ik. Overigens hoeft de certificeerder, die zit natuurlijk ook in dat traject van die typegoedkeuring. Hè? Dus daar kun je ook niet van zeggen, hij moet dat gewoon doen. Natuurlijk gewoon in de opvatting dat je het zo het beste hebt gewaarborgd met z'n allen. Nou, we hadden een gesprek met de heer Borger vanochtend en die gaf als aanbeveling mee dat het wellicht toch wel verstandig is dat de keuringsinstantie naar de producten afzonderlijk kijkt. Dat kan namelijk ook als je kiest voor een bepaalde module. Dus in die zin is het niet zo dat de wet en regelgeving zo beperkt dat je daar niet meer toe kan kiezen. Maar u bent zeg maar als inspectie wel heel erg afhankelijk van de informatie die u krijgt van de keuringsinstantie. Dat kunnen zeker. We vaststellen. Ik geef het woord even aan mevrouw van Torburg. Ik blijf toch wel even hangen op het feit dat u zegt dat de staatssecretaris de Kamer toch wel goed heeft geïnformeerd wanneer ze zegt dat de vergunning alleen maar zegt dat aan de basiseisen voor veiligheid is voldaan en dat het niet zegt over de productiekwaliteit van iedere trein. Want is het niet zo dat een certificaat niet alleen wordt afgegeven omdat het leuk op papier staat, maar ook omdat wordt gecontroleerd middels audits of het veiligheidssysteem, het kwaliteitsmanagement systeem ook daadwerkelijk wordt toegepast? Het is toch niet alleen maar een bevestiging dat het op papier staat? Nee. De certificeerder die doet inderdaad al die audits. Soms op veiligheidsmanagement systemen, soms op kwaliteitsmanagement systemen. Maar maakt eigenlijk verder niet uit, want de audit technieken zijn natuurlijk overal gelijk. Daar kijkt hij naar. En daar moet dat vertrouwen uitblijken dat dat ook zo loopt. Maar dan klopt het antwoord van de staatssecretaris dan toch helemaal niet? Nee, maar dat zeg ik toch helemaal niet. Dat maar u nuanceert het antwoord van de staatssecretaris, maar als ik het lees klopt het helemaal niet. Aan de Kamer. Want ik het zegt wel heel veel. Nou, omdat
wanneer je analyseert wat er echt de bedoeling is, dan is het aan de ene kant zo dat een certificaat wordt afgegeven omdat een fabrikant een kwaliteitsmanagementsysteem heeft. En in dat certificaat en in die audit wordt ook geborgd dat we zien of zo'n kwaliteitsmanagementsysteem ook wordt gebruikt. Ja. En dat omdat er dus een certificaat wordt gegeven omdat het wordt gebruikt, zou dat de bevestiging moeten zijn dat de verschillende treinen hetzelfde zijn en allemaal voldoen aan de eisen. Ja, dat ben dus daarmee zet het dus heel veel over. Dat ben de ik ook met u eens. Alleen sluit ik nooit uit dat er fouten worden gemaakt. Nee, maar dat is niet wat de staatssecretaris de Kamer antwoordt. En u kunt wel zeggen hier vandaag dat als we er nog een beetje naar kijken, dat het misschien een beetje anders is. De Kamer stelt een vraag aan de minister of aan de staatssecretaris. Die wordt geïnstrueerd ook mogelijk vanuit de ILT om een antwoord te geven. En onze constatering is dat zo'n zin dus niet klopt. En dat is gewoon wat wij nu zien. Het zegt namelijk wel iets over die productiekwaliteit, want dat is namelijk een onderdeel van de certificering. Daarom is de verbazing zo groot. Ik geef verder het woord aan mevrouw Bergkamp. U gaf net aan, mevrouw Tunnissen, dat voor de inspectie de informatie van de keuringsinstantie heel erg belangrijk is. Je bent daarvan afhankelijk, omdat je zelf de keuringen niet doet. Nu heeft het ministerie een onderzoek uitgevoerd naar het toelatingsproces. En de staatssecretaris heeft ook de conclusies, zeg maar, omarmd. En een van die conclusies is dat het toezicht van de ILT op de keuringsinstantie onvoldoende is geweest. En dan hebben we het eigenlijk over die handhavingskant. Hoe komt dat dat de inspectie te weinig toezicht heeft gehouden op Lloyds? Wij hebben tussen X en X jaar hebben wij Lloyds niet geïnspecteerd. Tussen 2005 en 2013? Ik denk dat het 2010 is, maar dat maakt ook niet uit. We hebben het gewoon niet gedaan. Was dat verkeerd? Dat was verkeerd. Daarna hebben we ons hersteld. Maar hetzelfde rapport waar u net over sprak, heeft gezegd dat het geen invloed op de kwaliteit van de vergunningverlening heeft gehad. Dat is denk ik ook wel een constatering die we dan in het openbaar moeten doen. Volgens mij is het hele rapport openbaar. Ja, dus nee, iedereen maar kan het rapport zo, goed doen. U geeft aan dat dat toezicht onvoldoende is geweest op de keuringsinstantie, maar we hebben het er net over gehad dat de ILT van de informatie afhankelijk is van Lloyds. Maar kunt u ook aangeven waarom dat toezicht onvoldoende is geweest? Had dat te maken met nee, de setting? Nee, ik heb geprobeerd de reden te achterhalen waarom we in die jaren niet zijn geweest. Want ik heb het nadrukkelijk over een aantal jaren. Ik zeg niet dat het nu zo is. En dat weet eigenlijk niemand waarom we dat niet hebben gedaan. Dus ja, het blijft dat we het hadden moeten doen. Maar in ieder geval in die periode waar we het over hebben, 2015, 2013, zijn er geen handhavings. Van die 2013 ben ik niet helemaal zeker van. Volgens mij was het Tot 2013. Was het tot 2010. Zijn we in 2011 wel degelijk geweest, vanaf 2011. Maar handhavingsaudits zijn er geweest. Volgens mij heb je een moment dat ze weer opnieuw, zeg maar, worden aangesteld als In de erkenning. Als in de erkenning. Nee, maar als er een erkenning had moeten plaatsvinden, dan zouden we zijn geweest. Okay. Dus dit gaat om handhavingsaudits. Het gaat over handhaving, ja. Ja. En u zegt, nou, we erkennen dat hadden we moeten doen. Meer handhavingsaudits, meer toezicht op Lloyds. Nee, we hadden in die jaren gewoon moeten komen, punt. Ja, en u weet niet waarom dat niet gebeurd is? Nee. Oké. Okay. Een andere conclusie uit het onderzoek is dat er weinig toezicht is geweest, met name op die onafhankelijkheid van Lloyds. En dan gaat het, we hebben daar vanochtend ook over gehad, de vermenging van functies. Lloyds Nederland, Lloyds Europe zijn twee takken. Maar de mensen van Lloyds Nederland zijn in dienst bij Lloyds Europe, dus het is één bedrijf. En je kan de schijn hebben, je kan problemen krijgen met de onafhankelijkheid, dat je hebt mensen die keuren over het werk waar andere collega's over geadviseerd hebben. Waarom heeft de inspectie daar niet meer bovenop gezeten om dat te voorkomen? Ik weet niet of we er niet genoeg bovenop hebben gezeten. Want op persoonsniveau was het, tot wat er vanmorgen is gezegd, strikt gescheiden in mijn beleving. Wat niet wegneemt dat wij bij onze volgende inspectie bij Lloyds dit aspect nog zwaarder zullen meenemen. Want ik ben het met u eens, dit mag natuurlijk niet bestaan. De schijn van verstrengeling mag al niet laat staan dat die verstrengeld zou zijn. Ja, dus het is voor u ook een belangrijk punt? Het is voor ons een heel belangrijk punt.
misschien is het ook wel weer goed om ons te realiseren dat Horvat heeft gezegd dat het ook op de certificering door Lloyds geen invloed heeft gehad. Als we het hebben over die onafhankelijkheid en te weinig toezicht op Lloyds, maar nog even over die onafhankelijkheid. Dan kan je dat natuurlijk regelen door te zorgen dat Lloyds geaccrediteerd wordt door de Raad voor Accreditatie. Ja, maar dat is niet. Mijn taak is niet om ze naar dat de dat RVA een eis te sturen. Is. Dat een eis wordt. Ja, maar als ze daardoor zijn, ze zijn bijna allemaal. Ik ken geen certificerende instelling die de Raad niet heeft toegelaten. Nou, tot voor kort was de Raad voor Accreditatie al problemen om Lloyds te accrediteren, omdat ze die rolvermenging nog hadden. Maar dat is inmiddels. Maar dat is toch ook goed? Ja, maar dat is. Weet u of dat inmiddels is opgelost? Nee, dat weet ik niet. Okay. U zegt het is wel belangrijk dat ik ga meer op die onafhankelijkheid ook zitten. Dat, maar het rapport van de staatssecretaris dateert uit januari 2013. U bracht het alsof het een nieuw punt is van ik ga nu die onafhankelijkheid oppakken. Nee. We moeten er altijd al naar kijken. Maar gelet op wat ik tot nu toe in dit dossier nou heb meegekregen, zal ik er wel extra aandacht voor vragen. Want ik vind het eerlijk gezegd ook een heel erg belangrijk punt. Bij die vergunningsverlening bent u afhankelijk van de informatie van Lloyds. Dat hebben we net vastgesteld. Maar de toezicht op Lloyds is onvoldoende geweest. Kunt u dan wel zeggen dat het oordeel dat het objectief heeft plaatsgevonden, dat het een goed oordeel is geweest als je als inspectie afhankelijk bent van informatie van een organisatie waar toezicht onvoldoende op geweest is, kun je daar dan wel op bouwen? Omdat ik niet weet hoe dat proces verloopt, dat heb ik u net al verteld, kan ik daar eigenlijk ook niet goed over oordelen. Nou, dus weet dus niet in hoeverre dat heeft meegespeeld, dat er te weinig toezicht is geweest? Nee, dat kan ik ook echt niet zeggen. En ik wil niet beschuldigen en ik wil eigenlijk nooit een oordeel geven als ik de feiten niet ken. Heeft de inspectie ooit zelf gebruik gemaakt van de advisering door Lloyds? Nou, ik denk het niet. Want waarom zouden wij dat? In welk kader zouden wij dat dan moeten doen? We hebben in ieder geval informatie waaruit blijkt dat Lloyds toch wel eens wordt ingeschakeld door de inspectie. En kunt u mij dan ook vertellen, wellicht, wanneer en waarvoor? In het laatste, uw eindrapport over onderzoeksresultaten, procesoptimalisatie, vergunningsverlening. Er wordt gezegd dat landen hun nationale eisen kwijt kunnen met andere landen om op één lijn te komen. Hoe gewerkt wordt is aan, ik zal even, het is een beetje technisch, de National Legal Framework ligt bij juristen. En dan een paar namen en dan staat er met behulp van Lloyds hebben hiervoor een project ingericht. Dat staat in uw eigen verbeterplan, eindrapport. Oké, dat gaat over een framework. Ja, dat kan ik me nog wel voorstellen. En we hebben ook uit een gespreksverslag ook vernomen dat een van de inspecteurs, die verantwoordelijk ook was voor betrokken was bij de toelating, ook aangaf af en toe met Lloyds samen te werken. Dat komt alweer dichter in de buurt, denk ik. Dat kan ik ook niet beoordelen, maar dat wij de kennis van de markt halen bij het samenstellen van een framework, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Maar u vindt het niet verkeerd? Nee, dat vind ik ook niet verkeerd. En als bij de toelating, vergunningsproces, wel hulp van Lloyds zou worden ingezet, u zegt dat is dat ook oké? Okay? Dat zou tamelijk bizar zijn. Dat zou tamelijk bizar zijn. Ja. Als ik dit onderdeel even samenvat, dan zegt u van de inspectie heeft onvoldoende toezicht gehouden op de keuringsinstantie. Gedurende een aantal jaren? Ja, een aantal jaren. En u zegt dat was u zelf bezorgd op, dus u pakt dat ook op. Over die onafhankelijkheid hebben we het ook met elkaar over gehad, dat een zorgpunt is en dat u daar extra naar gaat kijken. Maar of dat bepalend is geweest ook voor de kwaliteit uiteindelijk van de vergunningsaanvraag, hè, want de inspectie baseert zich op informatie van de keuringsinstantie, dat kunt u niet zeggen omdat u zegt dat heeft zich aan mijn waarneming onttrokken. Nee, ik kan er niks van zeggen, maar Horvat heeft ervan gezegd dat het geen invloed heeft gehad. Maar het lijkt me dat u zelf ook dingen wil vaststellen, hè, een rapport. Soms is het fijn als een derde nog eens onafhankelijk ernaar kijkt. U heeft daar zelf niet naar gekeken dus? Nee. Okay. Geef het woord even aan mevrouw van Torburg. En soms is het fijn als een derde er ook nog eens vragen over stelt, want de heer Elias die
heeft ook nog een vervolgvraag op het onderdeel net. Want het blijft een complex geheel, die verhouding tussen de ILT en de keuringsinstantie en de praktijk. Dus de heer Elias heeft nog een aanvullende vraag. Ja, gewoon om het even te kunnen snappen. De inspectie voert tijdens dat toelatingstraject, ik ga nog even terug naar het vorige punt dus, geen fysieke inspecties uit van de treinen. De inspectie zelf kijkt niet naar de treinen. Nee. Maar ook de keuringsinstantie, hebben we hier vandaag gehoord, die keurt niet elke trein. Nee. Maar daarmee is toch de toetsing voor de vergunningverlening eigenlijk een papieren werkelijkheid. En wordt die trein, wordt niet een trein echt gekeurd, geïnspecteerd? Nee, je keurt een type goed. En dat is niet alleen op het spoor zo, dat is ook in de luchtvaart zo. En dat is ook in de scheepvaart zo. Wij onderzoeken nu de trein. Ja, nou, maar ik wil alleen maar aangeven dat het niet zomaar een hersenspinsel is op het spoor en van de inspectie of van Nederland, maar dat het breder zo wordt gedaan. Daarom zijn al die kwaliteitsmanagement of veiligheidsmanagement systemen er, om te waarborgen dat als iemand daar volgens werkt, nou ja, dat dan ook met de rest zo zal zijn. Daarom zijn die audits ook wel belangrijk en zijn de bevindingen daar ook belangrijk om te kijken, lukt dat ook? Ja. Maar dan heb ik speciaal vanmorgen nog even in Van Dalen gekeken wat inspectie betekent. Dat betekent een activiteit waarmee de deugdelijkheid van constructie of werktuigen wordt beoordeeld. Dat is hier bij treinen, vraagteken, niet gebeurd. Nou, het is niet door ons gebeurd, om de reden die ik net En ook eerder, niet door de keuringsinstantie? En ook niet daardoor, nee. Maar wat blijft er dan over van het... Omdat ook daar de regelgeving is dat het type goedkeuring is. Wat blijft en er dan niet over? Alle lege blokjes daarachter. Maar wat blijft er dan over van het fenomeen inspecteren? Dit is ook een manier van inspecteren. Kijk, als het echt heel erg slecht was, zouden in Europa al lang zijn afgeschaft. Daar ben ik echt van overtuigd. Dan zou er iedere trein uit veiligheidsoverwegingen na 2 maanden van het spoor zijn in Europa. Dat is niet zo. En dit gaat ook om de veiligheidskant. Een trein die niet goed rijdt, wil niet zeggen dat die onveilig is. Maar laten we dan toch een ander onderwerp van vanochtend in herinnering roepen, dat het wel een keuze is. Het is een keuze van de fabrikant om niet iedere trein te laten keuren, maar alleen het systeem. Dat is een keuze die we bij de fabrikant hebben neergelegd. Die hebben we bij de fabrikant neergelegd, dus maar die wordt gesteund door de Europese regelgeving door te zeggen van als je een type goedkeurt, dat kan. Ja, maar dat is de werkelijkheid nu. En wij kijken natuurlijk ook naar wij doen een analyse van wat zou er mogelijk zijn gebeurd. Dus we onderzoeken en wat wil je beter? Ja, wij oordelen niet, maar de constatering is, een fabrikant maakt uit, zelfs bij kleine eenheden in dit geval, terwijl dat ongebruikelijk is, om niet iedere trein te keuren, maar alleen een type te keuren. En dat zou toch ook bijzonder kunnen zijn, omdat je denkt, ja, een fabrikant heeft daarin wel een zekere invloed. Of die fabrikant uiteindelijk de ruimte gaat bieden om iedere trein te keuren of alleen een prototype. Daar zou u ook iets van kunnen vinden. Ja, het zal u verbazen, maar daar vind ik niks van. Oké. Oké. Dat is ook een keuze. Nog even een vraag die mij toch nog een beetje bezighoudt. Als je nou, als uit onderzoek ook blijkt dat er weinig toezicht is geweest op die keuringsinstantie. En je bent als inspectie daarvoor een heel groot gedeelte van afhankelijk van die informatie. Wat geeft dan het vertrouwen dat die informatie van de keuringsinstantie, dat die goed was? Ik ga nog een keer zeggen dat ik niet ooit bij zo'n proces betrokken ben geweest. Maar ik kan mij voorstellen, voordat het officiële stuk begint van de vergunningverlening, namelijk het inleveren van documenten en de teller van de termijn gaat lopen, is er een hele lange tijd waarbij onze inspecteur met de mensen praat, vergaderingen bijwoont, dingen toelicht, vragen stelt. Denk je dat je dit gaat oplossen? Dus daar zit natuurlijk, zijn ruimte om zijn vak uit te oefenen. Ja, dat snap ik dat u dat aangeeft, maar
U antwoordde net ook op deze vraag van ja, eigenlijk weet ik dat niet. Ik weet niet hoe dat proces... Ik neem aan dat het zo is. Want ja, maar ik ben met er zekerheid nooit bij geweest. Kunt u dat niet aangeven? Nee, maar ik denk dat het zo moet gaan en dat we daar ook het vertrouwen van de inspecteur mijn inspecteur moet vertrouwen, dat hij daar de dingen doet, zodat dat laatste stukje, dat papieren stuk, om in uw termen te blijven, ook gewoon kan worden afgewikkeld. Ik geef het woord aan mevrouw van Torburg. We pakken weer even de draad op, dat op enig moment de inspectie de minister gaat informeren. En in dit geval is het zo dat op enig moment de inspectie ook de minister heeft geïnformeerd over de toelating van de trein. Wat is normaal nou eigenlijk de betrokkenheid van een bewindspersoon over een toelating van een trein? Nou, geen. Als niet. Alles gewoon loopt zoals het loopt, is die er niet. En dit ging eigenlijk ook niet zozeer over de toelating van de trein, maar over het feit om ze de winstlieden te informeren over het feit dat de fabrikant ATB, automatische trein, nou ja, goed, dat weten we eigenlijk ook. Ja, maar ik weet het wel, maar misschien is het heel leg het uit, want het publiek luistert mee. Een automatische treinbeveiligingssysteem inbouwde en geen ATB VV, verbeterde versie, op het spoorwagen heen. Ander beveiligingssysteem, ERTMS, en daar weet ik de, eerlijk gezegd de afkorting niet van. Het heeft in ieder geval met beveiliging te maken en contact met spoor. En maar goed, ze rijden ook een stukje over het conventionele spoor en om te informeren ATB. En dat is niet omdat wij dat hebben toegestaan, maar omdat de fabrikant zich beriep op het feit dat in de Nederlandse spoorwegwet staat dat ATB het vereist is. En dan vraagt u zich wellicht af, en waarom rijden wij dan verder in Nederland vrijwel overal met ATB-VV? Dat komt omdat de Nederlandse vervoerders en de beheerder zich verplicht hebben gevoeld om daaraan te voldoen. Daar was die nota voor. Er stond overigens ook bij dat de HSA zich verplicht voelde zo snel mogelijk ATB-VV te gaan inbouwen. Dus eigenlijk omdat er iets bijzonders aan de hand was, dat nog niet werd voldaan aan het gebruikelijke extra verbeterde remsysteem. Dat was het politieke punt, want in de, dat weet u natuurlijk als geen ander, maar in de Tweede Kamer is veiligheidssystemen, daar zijn vele debatten over gevoerd. Wij gaan daar nog alles over, ja. Ja, daar gaat het wel eens over. En dan is het politiek gevoelig voor ons. Ja, ja. Hè? En dan informeren wij. Oké. Okay. En de datum van waarschijnlijke verlenen van de vergunning, ja, was gewoon het aanloopje om dit te melden. Nou zei de minister tegen ons in een eerder verhoor, ik wil me ook eigenlijk helemaal niet bemoeien met de inspectie. Dan zeg ik het in mijn eigen woorden, hoor. Wat vindt u van die zienswijze? Nou, dat vind ik fijn. Oké. Ja. Want? Ik vind dat wij als inspecties zo onafhankelijk mogelijk van derden, en daarmee bedoel ik de onder toezicht staande en de politiek en de beleidsmakers moeten kunnen opereren. Zodat wij niet beïnvloed worden door andere belangen dan die de wetgever ons heeft meegegeven. Nou hebben wij natuurlijk alle facetten kritisch bekeken. Zo ook deze nota die naar de minister is gegaan. En ons zijn er wel een paar dingen aan opgevallen. Wat er bijvoorbeeld aan opgevallen is, is dat de nota zoals die naar de minister is gegaan, dat die pas later is herzien. Maar dat was eigenlijk al te laat. Dus de nota is in concept naar de inspecteur gegaan. De inspecteur heeft daar opmerkingen over gemaakt. Maar de nota was al weg. Wat vindt u daar nou van? Nou, ik weet het niet eens. Oké. Dus ja, daar. Ik weet ook niet eens of het waar is. Dan, ik heb alleen maar die ene nota getekend. Ja. Maar er zit nog iets bijzonders in, namelijk dat aan de ene kant degene die nota wilde becommentariëren daar nog een opmerking over had van ja, ik wil eigenlijk, we gaan pas de vergunning geven op het moment dat aan alle eisen is voldaan. Maar in de nota staat eigenlijk dat aan alle eisen is voldaan. Dat is toch wel wat anders dan de inspecteur zelf had willen zeggen. Is dat niet bijzonder? Als u het zo zegt, dan is het misschien
een halve waarheid. Maar ja, ik bemoei me natuurlijk met alle respect toch niet met deze dingen. Daar bemoei ik me gewoon niet mee. Dat zou nee, ook heel raar zijn. Nee, dat snap ik. Ik snap dat u zich daar niet mee bemoeit. Dat tussen. Ik hoor u zeggen dat u zich daar niet mee bemoeit. Maar wat wel opvallend is, is dat in de nota staat, in het stuk wat de inspecteur, degene die uiteindelijk die handtekening moet zetten, die schrijft dat de vergunning zal worden verleend als aan alle eisen is voldaan. Ja. Maar de minister krijgt een brief onder ogen. In juni wordt de trein toegelaten. Dat is toch gek, want die inspecteur heeft dat nog helemaal niet bedacht. Nee, maar het is hetzelfde als als aan u wordt gevraagd hoe ver ben je? Dat je zegt bijna klaar. En dan zeg ik tegen u, wat is bijna klaar? Ja, kwartiertje. En het wordt een half uur. Zo moet u dit zien. Want volgens mij wist de inspecteur wel degelijk dat mijn andere mensen die nota's maken, dat dit werd gezegd. En dat was op basis van, nou, ik aanneem zijn of zijn collega inschatting. In ieder geval niet van mijn mensen, want die weten daar helemaal niks van. Dat zijn stafmensen die bedenken niet ineens, gut, zullen wij nou maar eens opschrijven dat dan de vergunning klaar moet zijn. Nee, maar waarom de commissie hierop aanslaat, en het is daarom gewoon iets wat we hier in het midden moeten leggen, is dat de inspecteur-generaal, niet de minste, informeert de minister, half juni wordt de trein toegelaten. En dan zie ik mij zo voor me dat daar een inspecteur braaf zijn werk zit te doen. Die moet nog een stapel dossiers door. En die hoort, mijn inspecteur-generaal heeft alvast tegen de minister gezegd dat die trein wordt toegelaten. Ja, maar ik denk Kijk, dat het niet zo is gegaan. Uitpraten. Als het een ijzeren heinige is, dan zal hij denken, dat jeukt me wat jongens. Kan mij het schelen. Ik doe eerst mijn werk. Maar als het iemand is die beïnvloedbaar zou zijn, wat is dan het risico? Iedereen weet al, de trein wordt toegelaten, maar deze man moet zijn handtekening nog zetten. We gaan eerst weer even terug. Volgens mij is het niet zo gegaan en is hij, u kunt het straks aan zelf vragen, is hij zelf betrokken geweest bij het noemen van deze datum? Datum half juni. Nee, ook niet. Maar goed, dat is Ik denk dat het zo is. Laat ik zeggen, ik denk dan dat het zo is. De tweede veronderstelling is dat mijn inspecteur zich onder druk laat staan. Zetten door dit soort dingen. Ik kan u verzekeren, nou, ik ken er bijna geen één. Het zou wel echt, want inspecteurs zijn van een stevig makelij. Nou, het is namelijk, ik zie u als u voor de troepen staat en dat is goed, daar ga ik helemaal geen oordeel over. Het enige wat ik constateer is dat aan de minister wordt gezegd, de vergunning wordt verleend, terwijl dat nog niet is bevestigd door degene die zijn handtekening nog moet zetten. Dat is dan toch iets. Snapt u dat de commissie dat denkt? Dat weet ik dus eerlijk gezegd. Ik zeg het net. Okay. Ik denk dat er betrokkenheid bij is geweest bij het formuleren van deze zin. Dat denk ik. Meer kan ik er niet van zeggen. Een andere vraag nog over dit onderwerp. Toen de minister de brief kreeg, waren toen alle stukken aanwezig op basis waarvan de vergunning verleend is? Ik heb dit aan mijn inspecteur gevraagd, want dat is natuurlijk geen eigen wetenschap. En hij zegt dat er nog één document ontbrak. Eén document ontbrak nog? Ja. Toen de minister de brief ontving? Nou, toen het de nota werd geschreven. Dus toen de conceptnota werd geschreven, ja. Toen ontbrak er nog één document, ja. Zegt u. Oké, ik geef het woord weer aan de voorzitter. Dat is wat ik hem heb gevraagd en dit was het antwoord. Nou gaf u net in het begin van dit verhoor al even aan dat u de minister informeert over bijzonderheden, risico's. Nou, u schetst helder, er is een afwijking van de veiligheid, omdat dat verbeterde versie nog niet. Daaraan was voldaan, daarom informeert u de minister tussentijds. Maar als het allemaal zo gevoelig ligt, wat u weet, iedereen zit te wachten op die trein, het is ingewikkeld. Waarom informeert u dan de minister niet wat breder over wat er speelt ten aanzien van die trein? En alleen maar hierover. Het gaat helemaal niet over de risico's. Bijvoorbeeld met de kwaliteit en betrouwbaarheid van de Vira. Waarom heeft u de minister daar niet over geïnformeerd? Wij gaan niet over de betrouwbaarheid van de trein.
Wij gingen ook al niet over de veiligheid, maar goed, dit terzijde. Dat heeft u duidelijk gemaakt. Wij informeren alleen, want anders, je moet alles je voorstellen als je bewindspersoon bent. Je moet ieder traject van iedere handeling word je meegenomen. Nou, dan heb je geen leven meer. Alleen als er politieke of publiciteitsrisico's zijn. Het politieke risico bij ATB en ATB-VV en ERTMS is duidelijk. Dat is een item dat van permanent karakter is. En dus hebben we daarover geïnformeerd. En niet over dat bij u inmiddels bekend was dat het allemaal langer duurde, dat er aandachtspunten waren voor kwaliteit. U had niet het idee dat u daar ook de bewindspersoon over moest informeren? Nee, anders hadden we het wel gedaan. In België moest de Vira ook een vergunning krijgen. Het was bekend dat dat nog niet rond was. Waarom heeft u daar de minister niet over geïnformeerd? Ik zou het antwoord echt niet weten. Ik denk niet eens dat we daar zo naar hebben gekeken. Weet u hoe de minister reageerde op de nota? Zoals ze overal op reageert, kalm, rustig. Dat is zo. In maart 2012 had de NS besloten dat de Benelux-trein vanaf 2012 niet meer zou rijden. De Vira zou de enige trein nog zijn met een verbinding tussen Amsterdam en Brussel. Was de inspectie op de hoogte van de grote belangen die werden gehecht aan de Vira? Ik was op de hoogte, want ik maak onderdeel uit van de bestuursraad en daar komen we natuurlijk wel eens te spreken over beleidsdossiers, dat kunt u zich voorstellen. Ik weet niet of mijn medewerkers in die intensiteit op de hoogte waren. Maar u was zelf wel op de hoogte van de belangen die eraan gehecht werden. Ja. Hebben die belangen een rol gespeeld bij de vergunning? Nee. Helemaal niet, op geen enkele wijze? Nee. Zeker niet bij mij, zeker niet bij mijn inspecteur. Want het is ons werk om dat te bepalen. En daarom heb ik ook stevige inspecteurs om te zeggen, het gaat zoals het gaat. Belang of geen belang. De minister van Infrastructuur en Milieu, die verleent de concessie voor de HSL. Ja. En zij wordt natuurlijk ook politiek aangesproken over dat vervoer. Maar diezelfde minister is ook verantwoordelijk voor de inspectie. Ziet u nou een risico in die beide rollen? Van haar? Ja. Niet als de onafhankelijkheid wordt gerespecteerd. Zij is verantwoordelijk voor als wij als inspectie ons werk nu goed uitvoeren, falen. En dan spreekt ze mij aan en terecht. Dus over het functioneren. Niet voor de inhoud. Dan zie ik ook geen risico. Okay. Kijk naar mijn collega. Nou, nog één vraag over welke informatie er toen was, toen de nota naar de minister ging met eigenlijk het bericht de trein wordt toegelaten. Wij hebben begrepen, ik heb net nog even opgezocht, dat die notitie of die nota was de 15e klaar. Dan gaat zo'n notitie, zo'n nota, zo'n heel proces door met verschillende handtekeningen. Maar op die 15e ontbraken er nog een aantal stukken, een aantal belangrijke stukken. Dus het kan wel zijn dat de 20e, toen de minister de uiteindelijke nota ontving, dat er nog maar één stuk ontbrak. Maar op de 15e, toen die nota het proces inging van handtekeningen, toen ontbraken er nog een aantal stukken. Hoewel op die nota al stond, de vergunning wordt afgegeven. Ik moet eerlijk gezegd bekennen dat ik niet heb gekeken naar de datum. Ik weet dat ook gewoon. Dus het zou goed kunnen. En we gaan straks misschien. Het enige wat ik heb gehoord was dat er nog één document niet was aangeleverd. Ja, we begrijpen echt dat een aantal. Dat vraag ik eerlijk gezegd niet naar. En welk moment was dat? Nou ja, het is toch wel een belangrijk iets. Er gaat een nota naar de minister met het bericht, ook over de ATB-beveiliging, maar ook het bericht de trein wordt toegelaten. Hoewel op het moment dat de nota proces inging met verschillende handtekeningen, op dat moment, de 15e, ontbraken er echt een aantal belangrijke stukken nog om überhaupt een oordeel te kunnen hebben of die trein toegelaten zou moeten worden. En dat is toch wel merkwaardig. Ja, ik probeer te achterhalen waar u op aanstuurt. Want ik zei net, het ging over ATB, ATB-VV. Die dienstmededeling, zal ik maar zeggen, die we normaal gesproken toch al niet doen, was meer het haakje dan het doel om de minister te informeren.
Ja, maar in de, nota stond ook het bericht dat de trein toegelaten zou worden. Half juni volgens mij uit mijn hoofd. En het vreemde is dat de inspecteur de 15e nog bezig was om zijn stukken te verzamelen. En dan gaat er wel een brief naar de minister van de trein wordt toegelaten. Nou ja, u moet het maar aan hem vragen, want ik ken dit, ik weet het natuurlijk gewoon niet. Wij gaan de vraag stellen aan de desbetreffende inspecteur. Ik geef het woord weer aan mevrouw van Torburg. We gaan door naar het onderwerp proefbedrijf. Proefbedrijf, een soort generale repetitie van de trein. Ja. Nog even zonder de mensen erin. Want na de toelating van de Vira voert HASA in het najaar van 2012 ter voorbereiding van die commerciële dienst met de Vira een integraal proefbedrijf uit. Dus wat ik zei, de generale repetitie zonder mensen. Wat is eigenlijk de rol van de inspectie daarbij? Dan komen onze handhavende inspecteurs in beeld. Want die gaan dan naar meerijden. Die kijken naar het proces van 's morgens starten, noem ik dat maar. En hoe zijn de machinisten voorbereid? Verrichten ze al die handelingen die ze in die trein moeten doen? Hoe is het met het onderhoud geregeld? Dus die zijn dan aan de beurt. Okay. En kijken de inspecteurs nou ook naar hoe verloopt het proefbedrijf? En wanneer vinden we dat het klaar is met het proefbedrijf? Nee, dat beoordeelt de vervoerder zelf. Die vindt dat hij nu voldoende zekerheid heeft om in commerciële dienst te gaan runnen. Oké, dus of er genoeg proefritten zijn gereden zonder mensen, dat is niet iets wat aan de inspectie is om een oordeel over te vellen. Nee, niet of er proefritten zijn, maar als er een heleboel bevindingen zouden zijn, waarvan de inspecteurs zouden zeggen, jongen, echt, dit is gewoon nog niet klaar, dan kan ik me voorstellen dat de vervoerder de keuze maakt om nog niet uit het proefbedrijf te stappen. Maar wat bedoelt u dan met dit is nog niet klaar? Dat zou veiligheidsissues zijn. Nou ja, issues waar wij op letten. En dat zijn veiligheidsissues, toch? Daar ligt die veiligheid onder, ja. Ja, niet dat het dat die andere dingen, dat die niet goed af is gewerkt of zo. Nee, dat is niet ons. HASA en de Belgische Spoorwegen besluiten in maart om per december 2012 de trein te starten. Heeft de inspectie daar nog een rol in gehad, in dat besluit om... Dus het besluit in maart om in december te gaan starten? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat het aan ons is. Geen bemoeienis mee? Dat denk ik. Maar daar ben ik niet zeker, maar ik denk het niet. Want het is natuurlijk de keuze van de vervoerder. Maar wij vragen het omdat er eerder wel eens iets is gebeurd. En dan kijken we dus even niet naar de Vira, maar we kijken eens naar Randstadrail. Ja. Randstadrail 2006. Want de Vira is niet de enige nieuwe trein die in de dienst is genomen. Er is meer vervoer in dienst genomen. En dan kijken we even naar de Randstadrail. Die is na de indienstneming 9 keer ontspoord. Toen gingen er dus diverse alarmbellen af en heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid zich erover gebogen. Een van de conclusies was van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, hier is een te kort proefbedrijf. Geweest. Het proefbedrijf was te kort. Daarop heeft staatssecretaris Huizinga de Kamer gemeld dat de inspectie bezig was met het opstellen van criteria voor goedkeuring van de overgang van een proefbedrijf naar exploitatie. Dus van de generale repetitie naar het rijden met reizigers. Heeft de inspectie inmiddels die criteria opgesteld? Het antwoord is ja, maar dat moet u niet verbinden aan de Vira. Want het ging bij Randstadrail om lokaal spoor. Ja. Waarbij de inspectie de criteria moest bepalen, omdat die niet waren voorgeschreven. En het proces moest inrichten. En dat is in Europa is het niet zo. Daar is dat voorgeschreven. Dat kunnen wij niet zelf doen. Wij kunnen niet zomaar eigen eisen stellen. Omdat dat... Nou ja, wij zijn natuurlijk niet daarvoor verantwoordelijk. Wij moeten dat, wat ik net vertelde, doen zoals we het moeten doen. Dat was daar niet zo. Dus als het ooit weer op lokaal spoorniveau zou moeten zijn, dan zou dat weer à la Randstadrail zelf moeten doen. Maar dat zit inmiddels in onze processen beschreven. Dus inmiddels zijn die criteria opgesteld, maar mag ik het dan zo zeggen dat in de fase van de Vira men daar nog niet van heeft kunnen profiteren? Nee, maar ze zijn niet van toepassing.
Überhaupt niet. Kan ook niemand zijn voordeel ermee doen? Bij lokaal spoor. Maar niet op een hoge snelheidslijn, niet op het hoofdrailnet, nee, anderszins niet. Dat is een ander regime. Zou het ook niet zo kunnen zijn dat er wel lessen te trekken zijn uit het feit dat een vervoerder een vervoersmiddel in dienst zet en dat het ontspoort en dat er wordt gezegd proefbedrijf was tekort, dat er dan extra wordt gekeken naar hoe lang moet een proefbedrijf nou zijn en waarom zou de inspectie daar niet een rol bij kunnen hebben? Het is een kwestie van appreciatie of je iets een markt of een overheid laat doen. En het vraagstuk in dit soort, wie laat je doen, hè, dus zo'n overtuiging, die ligt bij de wetgever. En het debat daarover wordt dus ook in de voorbereiding van de wetgeving door de, in dit geval de lidstaten, gevoerd. Dus daar moet u dan, als wij dat als Nederland zouden willen, zouden we dat daar moeten neerleggen. Nou, u praat nu met een commissie die is samengesteld uit de medewetgever. Maar wat zegt u dan tegen ons in dit verhoor? Moeten we dat nou doen of niet? Moeten we daar nou extra naar kijken? Ik zeg dat omdat het wel grappig is dat, nou grappig, het is bijzonder dat er dus extra criteria zijn, kritisch wordt gekregen bij een proefbedrijf, bij een langzaam vervoer, terwijl het dus blijkbaar niet zo is, bij een hoge snelheidstrein die aan hele ingewikkelde eisen moet voldoen met grensovergangen qua beveiliging. Dus er is van alles bijzonder aan de hand. We hebben vanochtend nog met de keuringsinstantie gesproken. Die zei, ja, sommige dingen zie je niet. En die zie je eigenlijk pas als je daar echt mee gaat rijden. Ja, dan zou je toch juist het zwaartepunt ook van, misschien de ILT moeten leggen, juist bij dat proefbedrijf. Ja, maar kijk, als... ik bedoel niet... ja, dat vind ik. Wat ik bedoel is dat je hier niet in je eentje over gaat. Er moeten 28, of hoeveel lidstaten hebben we inmiddels wel niet, 28 lidstaten moeten hier van zijn. Er zijn heftige voorstanders van markt en overheid. Wij zitten zelf altijd in de tang tussen te weinig toezicht bij rampen en te veel toezicht in de rest van ons bestaan. En administratieve lasten, dossiers, regeldruk dossiers, allemaal maar om de verantwoordelijkheid van bedrijven zo ruim mogelijk te laten zijn. Dus al dat soort aspecten, daar vind ik dat ik niks van mag vinden. Daar moeten de mensen die wetgeving voorbereiden iets van gaan vinden. Want dat is een keuze. Ja, maar het is wel interessant om van u te horen als inspecteur-generaal wat u daarvan vindt. Ik kan misschien wel zeggen van, ja, oké, laten we iets meer naar het proefbedrijf kijken. Ja. Maar of wij dat dan moeten zijn, of dat de vervoerder dat dan moet zijn, of dat de certificeerder dat moet zijn, dat is dan niet aan mij. Dus ik kan me uw ongerustheid wel voorstellen als u zegt, nou ja, ik denk, ik praat met de inspecteur-generaal. Lekker dus, proef gereden en de beste viel er een af. Hè? Ik bedoel, dat begrijp ik allemaal nog. Maar u mag van mij niet verwachten dat ik in een rol stap die ik niet heb. We hebben een wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Die heeft zichzelf ook een belangrijke rol gegeven. Wij hebben die raad een belangrijke rol gegeven om met ons te reflecteren op allerlei thema's. En ze hebben een helder rapport geschreven over toezicht. Ja. En zij zeggen, toezicht, dit heet ook toezien op publieke belangen. En de WER schrijft, toezichthouders bevinden zich volgens de Raad in een unieke positie om vroegtijdig problemen te signaleren of kansen te zien waarbij publieke belangen in het geding zijn. Een reflectieve toezichthouder signaleert, agendeert, deelt zijn kennis, koppelt actief terug naar publiek en bestuur. Vindt u nou dat de inspectie op dit dossier als zodanig heeft gehandeld? Daar moet aan vooraf gaan dat ik vind dat de reflectieve functie ook onze functie is. Wij geven een paar maal per jaar zogeheten toezichtsignalen aan de minister en de staatssecretaris en dus ook aan beleid terug van wat wij zien. Waarvan wij denken, dit is regelgeving die niet houdbaar is. Dit is regelgeving waar zoveel fraude zit dat je iets moet doen. Dat type dingen. Dus die reflectieve functie vinden wij belangrijk. Maar die reflectieve functie hebben wij
bij de Vira, gewoon als dossier Vira, niet specifiek gevoeld. Want anders zouden wij wel een toezichtsignaal hebben gegeven. Maar in uw betrokkenheid krijgt u allerlei signalen. U krijgt bijvoorbeeld ook signalen over grote problemen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de trein. En er komt natuurlijk een moment waarop betrouwbaarheid overgaat in veiligheid. Want als een trein om de 5 seconden stilstaat met allemaal mensen erin, ja, op een bepaald moment zou je toch kunnen afvragen, is dit wel een situatie die houdbaar is? Dus, dat wanneer had gekund als die misschien lang genoeg had gereden? Ja, maar hij reed al in het binnenland. Hij reed al, maar daar komen we nog over te spreken, met een hoop problemen in de fase dat hij naar Brussel reed. Dus eigenlijk vrij snel kwamen er allerlei signalen. En ik vroeg me af, wanneer voelt nou de inspectie, ofwel in handhavende zin of in vergunningverlenende zin, zich geroepen om ook daarop te acteren? Nou, als het te erg wordt, om het maar zo te zeggen, en dat begint bij mij in de domeinen, bij de inspecteurs en hun leidinggevende, van dit wordt het toch wel een beetje te erg. En dan gaan wij signalen geven. Oké, ik kijk mevrouw Bergkamp. Nog even over dat proefbedrijf en Randstad Rail. U heeft natuurlijk helemaal gelijk dat dat regionaal was en dat er veel minder was bepaald ten opzichte van zo'n hoge snelheidslijn en de trein die oprijdt. Maar een proefbedrijf staat toch nergens in Europese wetgeving wat je daar wel en wat je daar niet mee mag doen? Nee, dat weet ik niet. Maar als u het zegt, neem ik het voor waar aan. Hoewel ik niet altijd ben van of horen zeggen is gelijkwaarheid, maar vooruit. Nou, van deze commissie mag u wel verwachten. Mag ik dat verwachten? U heeft een studie gemaakt. Maar als we met z'n allen vinden dat dat een punt zou kunnen zijn, ja, dan moeten we dat gaan aanbrengen in Europa. Dat is wat ik zeg. Ja, maar u gaf aan in het verhoor van mevrouw van Torburg net dat je dat op Europees niveau moet doen. Maar proefbedrijf kan je natuurlijk ook als land. Als je ziet dat daar risico's zijn met Randstad Rail en nu is er ook weer een integraal proefbedrijf geweest, kan je daar natuurlijk wel. Ja, als je extra regels stelt als nationaal lidstaat, moet je het wel notificeren in Brussel. Hè? Dus dan moet het de andere lidstaten moeten dan commentaar kunnen geven. Die moeten dat dan ook vinden. En ook daar wel dat op is een kwestie van appreciatie of je in je eigen land zwaardere eisen wil stellen aan je eigen vervoerders dan in de rest van Europa. Dat is een weging. Maar je kunt wel, we hadden het net over de reflectieve kracht ook van een inspectie of taak, kan je natuurlijk dat wel signaleren en zeggen, we moeten daar wat mee vanuit veiligheid. Ja, maar kennelijk hebben we dat niet belangrijk gevonden om te doen. Okay. Dat het feit dat is mijn enige conclusie, want anders was het echt naar boven gekomen. In januari 2015 gebeurt er wel iets vanuit uw inspectie samen nog met andere rijksinspecties. U stuurt een signaal naar het kabinet over de relatie tussen certificering en toelating. Ja. En de inspecties stellen dat certificering toezicht niet kan vervangen. En dat certificerende instellingen niet gezien moeten worden als een uitvoeringskantoor van de inspectie. Dus je mag daar meer van verwachten. Als we dat signaal nou leggen op de Vira-zaak. Dat rapport wat wij met z'n drie hebben gemaakt, dat beoogde aan te geven dat we in onze toezichtfunctie wel wilde steunen op de certificering die door de markt gebeuren, want dat zou lekker efficiënt zijn. Want we zijn altijd op zoek naar hoe het beter kan. Maar dat er dan wel nog een aantal punten ligt. Dus dat ging niet over het vergunningverlenende stuk, dat ging over hoe kunnen wij meer certificaten bij ons toezicht betrekken. Ik weet niet of ik u helemaal goed begrijp. Er komt een signaal vanuit meerdere rijksinspecties, ook van uw inspectie, die zegt een keuringsinstantie, dat moet niet de uitvoeringskantoor zijn van de inspectie. Wat geldt dat advies wat u heeft gegeven eigenlijk aan de minister, geldt dat dan ook voor de Vira of niet? Nee, want dat ging niet over de vergunningverlening, dit ging over de toelating, zegt u. Nee, ook niet. bedrijven die laten zich certificeren op Arbo, op, nou, je kunt het zo gek niet noemen. En daar zijn certificeren, dan zijn ze geen NOBO, dan zijn ze gewoon certificerende instelling. En
Daar ging dit verhaal over. Dat als in sommige gevallen, wij vinden dat de certificerende instellingen, als ze eenmaal dat certificaat hebben gegeven, niet genoeg weer toezicht houden of niet genoeg optreden, soms, hè, want dat is natuurlijk niet een algehele waarheid. Daar ging het over. Dus, en hier wordt een product gecertificeerd bij de vergunningverlening. Dus het advies wat u heeft gegeven ging hierover. Ging niet over de toelating van de vieren. Maar het zou wel kunnen dat je ook denkt van, je bent heel erg afhankelijk van inspectie, hè, vanuit de informatie die je krijgt vanuit de keuringsinstantie. Dat je daar ook wel wat meer invloed op zou willen hebben. Dat ze wat meer doen wat jij wil, of juist niet. Nou, dit, het is goed dat u dit in verband legt. Want dat rapport wat wij met z'n drieën hebben gemaakt, dat heeft mij aanleiding gegeven om intern iets anders te gaan doen dan we tot nu toe doen. En waarom? Er zijn ook wel veel mythes en onderbuikgevoelens over certificerende instellingen. U brengt het wel als een cliffhanger nu. Als een verrassing van waar u nu mee komt. Gaat het over het verbeterplan, zodat u ons ook even meeneemt in uw verhaal? Mag ik nou doorgaan of niet? Ja, ik zoek even van waar u precies zit in het verhaal. Want we hebben het nu even over de brief. En mijn vraag aan u over de brief was, wat heeft u daar verder mee gedaan? U zegt dat heeft niet betrekking op het Vira-project, maar het heeft wel ergens anders betrekking op. En dat gaat u ons nu vertellen. Maar ik kom ook nog weer even terug op de vergunningverlenende. Oké, dan weten we even waar u zit in het verhaal. Want daar bent u natuurlijk in geïnteresseerd. Maar dan moet ik wel het hele verhaaltje even vertellen. Ja, we luisteren. Intern heb ik eens gekeken in welke rollen zitten al die certificerende instellingen. Nou, soms moeten we ze erkennen, soms niet. Soms werken ze in mandaat voor ons. Dan heten ze ineens klassenbureaus in de scheepvaart. Waardoor we niet bestuurlijk kunnen optreden, maar een contractbeheer moeten doen, om het maar zo te zeggen. Hoeveel van die certificerende instellingen zitten nou in onze omgeving, om het maar zo te noemen? En gaan wij daar dan ook nog allemaal apart langs? Want ik bedoel, Lloyd kan best ook een bodemcertificeringspoot hebben. En een scheepvaartpoot en een weet ik veel wat poot. Dus wat wij hebben gezegd, ik wil die mythes en die gevoelens over dat certificeerders maar wat doen. Zie je op de televisie dat mandarijnennetje. Daar wil ik nou wel eens hom of kuit van hebben. Dus wij hebben nou een plan gemaakt waarbij de eerste 5 jaar, eerstkomende 5 jaar, al onze dan, hè, want ik bedoel, ik ben niet van de voedselveiligheid, certificerende instellingen allemaal gaan bezoeken. Allemaal breed gaan inspecteren, integraal en geïntegreerd. Dus niet alleen naar het bodemstuk kijken, jongens, als die ook van het spoor is, gaan we ook naar het spoor kijken. En daar gaan we ons dus een oordeel over vormen. En daar zit dus ook als vanzelf die vergunningverlenende certificerings. Ja, en ik ga u even onderbreken op dit deel. Daar zit het in. En dat heeft ermee te maken met wat u zegt, onderbuikgevoelens, beelden. Het heeft niet te maken dat de inspectie zelf ook twijfels had van hoe zit het nou met de kwaliteit van die keuringsinstanties. Nee, ik bedoel, waar ik slecht tegen kan, is dat we maar wat roepen. En daar zit wel soms wel wat onder. Maar ik wil. Ik ben ook van vakinspecteur. En dan blijf je naar de feiten vaststellen. En dan pas oordelen zoeken. En dat wil ik echt hier graag eens doen. Maar omdat het zijn er een heleboel. Dus we doen er 5 jaar over. Ze gaan allemaal onder de loep, zegt u. Echt ik, allemaal, u wilt zelf vaststellen en hoe het er nu mee staat. Daar gebruik ik echt alles bij. Ook beelden van certificeerders zelf die zeggen, kijk eens hoe wij het doen. Dat ik denk, oké. En nu even een bruggetje naar mijn vraag over die brief. Daar had het dus wel mee te maken. Het was voor u wel het haakje om te zeggen van, nou, ik ga nu. Toen we die brief aan het schrijven waren, denk ik, we moeten het ook echt gewoon eens goed vast gaan stellen. En wordt er dan ook gekeken of de keuringsinstanties een goed zicht hebben op de praktijk? Want dat was ook onderdeel van de brief, van weten ze wel wat er speelt? Ja, we gaan ook echt flink kijken, om het maar zo te zeggen. Er wordt ook gezegd over zogenaamde kritische reality checks die de rijkstoezichthouders ook nodig hebben om iedereen scherp te houden. Dat is daar ook onderdeel van. Nee, maar die reality checks, ik weet niet precies wat er in die brief daarover staat, maar een reality check doe ik zelf. Want ik bedoel, daarvoor zijn we. Als je iets
Ja, iets overlaat, dan moet ik zo nu en dan een reality check doen. Als ik u even mag onderbreken, in die brief staat ook dat de inspecties concluderen dat kritische reality checks door de Rijkstoezichthouder nodig zijn om iedereen scherp te houden. Ja, dat zeg dus ik dat, ook. Dus u zegt eigenlijk, die brief die januari 2015 gestuurd is door uw inspectie samen met andere inspecties, is de aanleiding geweest om alle keuringsinstanties waar u voor verantwoordelijk bent onder de loep te houden. Ja. Te kijken, voldoen ze nou, hebben ze zicht op die praktijk door ze aan te scherpen. Om de beelden die er zijn, onderbuikgevoelens waar u van zegt, daar heb ik een hekel aan, te controleren van wat is nou waar en wat is niet waar. Ja, en kijk, en pas dan zijn wij denk ik toe aan uw oervraag. Wat vindt u nou van dat certificeringsstelsel? Vindt u niet dat dat laat is? Ja, vind je niet dat dat laat is? Soms word je ergens ineens plotseling door gealerteerd en dat is dit. Ja. En wat was nou de grootste trigger? Die brief, wel wat opgeven, nou ja, zelf opgeven. We gingen die brief schrijven. Dus even mag uitpraten, mevrouw Tunissen. Sorry, neemt u me niet kwalijk. Het is ook belangrijk dat de mensen ons goed volgen. En als we door elkaar praten, dan en het is belangrijk dat de vraag ook helder overkomt. U zegt in feite van, er is een brief gestuurd vanuit een aantal inspecties. En mijn vraag nu was, van, is het nou niet laat dat je nu pas alle keuringsinstanties onder de loep gaat houden? U zegt, ja, soms word je getriggerd door iets. En mijn vraag aan u is, waar werd u dan door getriggerd om dat nu op te pakken? Doordat we soms alleen maar beelden hadden in plaats van feiten. Kunt u daar wat voorbeelden van noemen? Ik bedoel, we zitten dan met z'n allen in zo'n zaaltje met elkaar te praten met een paar inspecteurs en die roepen dan wat en dan zeg ik, en heb je dat dan vastgesteld? Ja, maar het is gewoon altijd zo, nee, heb je dat dan vastgesteld? Zo gaat het dan. Ja. Dus u bent zelf ook een beetje ongerust geworden door die beelden? Nou, ik ben niet zo ongerust, ik wil het weten. Feiten. Ik wil het weten. Feiten. Naar aanleiding van het onderzoek naar de vergunningsverlening, hebben we het net al over gehad. Het onderzoek was uitgevoerd vanuit het ministerie. Het Hoorvat-rapport noemen we dat. Heeft de inspectie ook een plan van aanpak opgesteld? Dat onderzoek was in januari 2014 klaar. En een jaar later, in januari 2015, zou er een rapportage zijn met verbetermaatregelen. Die zou gepland zijn. Maar we begrepen dat verbeterplan dat er pas eind mei 2015 is verschenen. We hebben het ook ontvangen. Dat is 2,5 jaar later ten opzichte van het Hoorvat-rapport. Ja, maar en ook verlaat. Wat is nou, mijn vraag aan u is, wat is nu de reden dat dat traject zo lang geduurd heeft? Dat je 2,5 jaar na het Hoorvat-rapport komt met een aantal verbetermaatregelen. Het verbeterplan van rail en wegvoer ging niet alleen over Hoorvat, maar ook over een aantal interne audits die zij op het vergunningverlenende proces van zichzelf hadden gedaan. En dan ben je wel even bezig om maatregelen te nemen en ze te implementeren. Dus daardoor is die tijd, maar het was dus veel breder. Het was een veel breder onderzoek dan alleen Hoorvat, dat is de reden geweest. U gebruikt zelf in de notitie van waarom het langer geduurd heeft, dat er ook sprake is van de cultuurverandering. Nee, dat is dat het nog lang zal duren. Volgens mij staat dat er. En dat komt als je een cultuur wil waarbij je bijvoorbeeld tegen je vergunningverlenende inspecteur zegt, doorlooptijd is ook een kwaliteitscriterium. Dat is niet zo dat dat aan ons is, maar degene die de vergunning vraagt, die zit erop te wachten. Dan moet je daar nog altijd een poosje aan werken. Ja, dus eer dat je die verbetering hebt gerealiseerd. Intrinsiek hebt verinnerlijkt, om het maar heel deftig te zeggen. Een van de maatregelen is ook dat er een nieuwe procedure is voor de toelating van treinen. En in die nieuwe procedure wordt er geen risicoanalyse meer uitgevoerd. Er wordt volledig vertrouwd op het oordeel van de keuringsinstantie, staat in het verbeterplan. Verder wordt alleen nog formele instrumenten gebruikt. En er worden geen informele interventies meer gedaan. Het lijkt erop, als je dat leest, dat ten aanzien van het VIRA-project de inspectie minder gaat doen. Of in ieder geval niet meer. Kunt u die nieuwe procedure voor ons toelichten? Wat beoogd is, is om uit te roeien eventuele neigingen om te adviseren in het proces. Inspecteurs hadden... Ik weet eerlijk gezegd niet of dat in de VIA is gebeurd, maar ik denk het niet, gelet op de inspecteur. Hadden wel eens de neiging om te zeggen, als je dit nou goed, zo doet, dan vinden wij dat goed. En wij vinden dat geen rol. Wij zijn geen adviseur, wij zijn vergunningverlener of toezichthouder. Dat is daarmee beoogd
te verminderen. Dus u zegt op basis van, want het is een verbetering, of dat is voorgesteld door de inspectie, kijkend naar de toelating van de Vira, vanuit het rapport Hoorvat, zegt u, wat er nieuw aan is, is dat wij niet meer gaan adviseren. Dat we niet meer in die rol willen komen van adviseur. Dat wij in ieder geval hardop zeggen nu dat we dat niet willen. Ja. Dat hebben we, dat vinden we al eerder, maar dat je dat ook goed vastlegt. Een van de dingen van Hoorvat was dat wij wel heel veel dingen vinden en doen, maar dat we dat niet opschrijven. Maar er staat bijvoorbeeld niet in de verbeterplan van u dat je als ILT nog meer kan doen om die inhoudelijke toets bijvoorbeeld nog uitgebreider te doen. Dat je wat meer informatie bekijkt, dat je documentatie diepgaander bekijkt, aanvullende documentatie vraagt, dat je ook de keuringsinstantie kritischer bevraagt, wat meer informele druk misschien uitoefent, een wat meer signalerende rol van die minister. Dat staat allemaal niet, zeg maar, in die verbeterde aanpak. Het enige wat u aangeeft is, wat we ervan geleerd hebben, is dat we in ieder geval niet in die adviserende rol mogen komen. Dat lijkt erop alsof de inspectie op basis van het VIRA-project minder gaat doen in plaats van meer. Ja, ik kan u eerlijk gezegd niet volgen, want ik weet eerlijk gezegd ook niet of wat ik zeg, mijn inspecteur die de vergunning heeft verleend, uiteindelijk heeft volgens mij niet in die adviesrol gezeten. En uw appreciatie van het is meer of minder, ja, die heb ik helemaal niet. Maar laat ik een voorbeeld geven. In het Hoorvat-rapport staat dat de onderliggende onderbouwing bij de stukken van de keuringsinstantie, dat die niet zijn opgevraagd. Er zijn een aantal stukken opgevraagd extra, maar de onderliggende onderbouwing, als het gaat over de onderbouwing van de certificaten, bekijken van audits, dat niet gebeurd is. En ik kan me voorstellen dat dat dan ook een verbetering zou kunnen zijn. Dat je in ieder geval zegt, we kijken niet alleen naar de standaard stukken die we krijgen, maar we kijken ook naar de onderbouwing daarvan. Dit, een voorbeeld. Dit vind ik nu het vakmanschap van onze inspecteur. Waar vraag je wel naar de onderbouwing, waar niet? Maar u zegt zelf een paar keer over het rapport van Hoorvat, fijn dat een externe onderzoek heeft gedaan. Dit is een aanbeveling vanuit het rapport. Het is een constatering dat ik, als ik even nog mag uitpraten, dat er te weinig onderbouwde stukken bekeken zijn. Dan kan je misschien ook stellen dat dat juist ook een verbeterpunt dan is vanuit de inspectie. Ik heb dat, dit oordeel van, deze beschrijving van Hoorvat, heb ik zelf niet ervaren als een verbeterpunt, maar als een constatering. Als er staat de constatering dat de stukken die, de formele stukken, onderbouwen niet bekeken zijn, vond u dat niet een signaal van, goh, misschien moeten we ook wat meer de onderbouwing bestuderen? Zo heeft u hem in ieder geval niet geïnterpreteerd. Ik heb hem niet zo geïnterpreteerd en ik blijf ook echt oprecht vinden dat het vakmanschap van mijn inspecteur is om te bepalen wat hij nader opvraagt en wat hij niet nader opvraagt. Dan vat ik dit punt even samen. Er is een plan gemaakt, verbetermaatregelen. U heeft aangegeven, het duurt ook even voordat het allemaal geïnternaliseerd is, want het is ook een cultuurverandering. U geeft ook aan dat de nieuwe procedure voor de toelating van treinen, dat u daar zelf het punt naar boven, dat gaf u zelf aan over die adviesrol, dat dat wat scherp is, dat je niet komt in die rol van adviseur. Hoewel u ook aangeeft dat u bij de desbetreffende inspecteur dat niet verwacht dat hij dat gedaan heeft, maar het is wel een aanpassing van de procedure om dat wat scherper te krijgen. En dat u verder geen andere zaken wil veranderen in die toelating van treinen. Kijk het naar de Vira. En ter aanvulling, het was niet alleen een verbeterde rapportage over Hoorvat, maar ook over een aantal andere aspecten waar we zelf naar hadden gekeken. Ja, goed dat u dat nog aanvult. Ik geef het woord aan mevrouw van Torburg. Zijn er dan toch op andere manieren nog lessen die de inspectie trekt uit het VIRA-dossier, waarvan u zegt van, goh, dat zijn punten die nog niet aan de orde zijn geweest, maar wel punten waar wij mee verder gaan? Wat we hebben geleerd is dat we ook wij dingen goed moeten vastleggen. Dit zou bijvoorbeeld een bevinding van een certificeerder kunnen zijn van ons kwaliteitsmanagement systeem. Daar zijn we wel nu veel scherper op geworden. Daar was Hoorvat ook duidelijk op over. En dat uit het de hele context die uw commissie onderzoekt,
onderzoekt, mij sterkt in de gedachte dat wij echt naar de certificerende instellingen de feiten nou eens boven water moeten krijgen. Hoe is het nou echt? Ziet u zich voor zichzelf nog een misschien wel aanvullende rol in zo'n proefbedrijf, waar we het net al even over hadden? Dat je juist kijkt of alle aspecten die misschien de keuringsinstantie niet heeft gezien, waar de inspectie er dan toch een vergunning op basis daarvan verleent, dat er dan toch misschien nog wat naar boven komt. Ziet u zich daar nog iets? Of is het inderdaad niet? Ik kan mij voorstellen dat je vindt dat je een oordeel geeft over einde proefbedrijf, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Maar ik heb geen oordeel of je dat door de markt of door de overheid laat doen. Of door de vervoerder zelf. Er zijn natuurlijk meer smaken. Mm-hmm. Om het dan te iemand dat oordeel te laten geven. Ja. Nog even in het rapport, zal ik moeten bedenken. Daar staat ook nog dat rapport over die verbeteringen verwijst ook op een aantal punten naar doelmatigheidswinst. Dus het lijkt eigenlijk ook wel alsof de nieuwe werkwijze van de inspectie of de opgepakte aanbevelingen ook voortkomen uit een feit dat het allemaal wat doelmatiger moet, misschien zelfs wel wat goedkoper moet. Herkent u dat? Ja, maar dat gaat niet over Horvat. Dat gaat over die drie andere audits en dat gaat over de inrichting van ons proces van vergunningverlening. We deden bijvoorbeeld een heleboel dingen steeds achter elkaar, terwijl je een organisatieprincipe is dat je ook natuurlijk parallel dingen kan doen. We deden wel eens zo dat we zeiden, we doen het maar zo en dan moeten ze maar in bezwaar komen. Dat is natuurlijk eigenlijk een niet echt efficiënte houding. Je kunt beter in één keer goed doen in plaats van in twee keer. Nou, dat type dingen. Maar dat was allemaal intern. Dat was niet met Horvat. Okay. Wij komen tot een afronding. Maar natuurlijk stellen wij ook de vraag over onregelmatigheden aan de inspectie. Want als er al iemand is die moet opletten of er dingen misgaan, is het de inspectie. Zijn u in de periode dat u op uw wijze betrokken was bij het dossier signalen geworden over onregelmatigheden of zaken die anderszins niet door de beugel kunnen? Nee. In het geheel niet? Nee. Oké. Dan sluit ik hiermee dit verhoor. Bericht ik iedereen die meegeluisterd heeft dat het volgende verhoor een kwartier later begint, om 3:15. In plaats van om 2:30. En daarmee schors ik de vergadering tot het volgende verhoor. Dank u wel.